Welkom bij A2 Actueel. Regelmatig praten wij u bij over de tunnelwerkzaamheden. Maar tegelijkertijd worden er ook al voorbereidingen getroffen voor de bovengrondse herinrichting. Wat moet er na het openstellen van de tunnel nog allemaal gebeuren? Nou, best veel. Dat is ook het leuke. Doelstelling van het project is dat nadat de tunnel klaar is, de wijken ook beter verbonden kunnen worden. En die kans is er natuurlijk door die tunnel. En om dat te bewerkstelligen willen we zo'n 1100 woningen en 30.000 meter kantoor in een jaar of 10 tot stand brengen, zodat die verbinding ook er echt komt. Ja, dat duurt nog wel even, maar hoe weet u nu waar de nieuwe bewoners interesse in hebben? We hebben dit jaar ons best gedaan ons daarin te verdiepen door een marktsessie te hebben waarbij we wilden snappen welke doelgroepen zijn er en wat voor soort woningen of wat voor soort kantoren en andere functies ze zouden willen. Dat zijn co-design sessies en dat is hoe wij hier graag werken. Dat betekent dat je eigenlijk met betrokkenen tot gezamenlijk inzicht komt wat is er aan de hand. Wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de oplossingen of wat zijn de gewenste producten als je het hebt over de doelgroepen. En daar dan met elkaar conclusies uit trekt, zodat je met elkaar tot een oplossing bent gekomen die je daarna ook met elkaar vasthoudt en dus ook veel harder en veel beter is. Ja, het was een heel leuk en interessant proces om met zoveel verschillende betrokken partijen na te denken over als straks die tunnel klaar is, wat gaan we dan daar bovenop doen? En de contouren weten we natuurlijk wel, de hoofdlijnen, maar nu gaan we een stap verder, de uitwerking. En eigenlijk kwamen we met elkaar al vrij snel tot een locatie waar we kunnen beginnen. En even voor de oriëntatie. Hier zit nou die grote knik in de tijdelijke N2 en de grote flat, de ANWB-flat zoals die in Maastricht heet. En eigenlijk dat gebied wat als het ware het hart van het hele gebied straks wordt, eigenlijk halverwege de tunnel, daar kunnen we aan de slag. En dat zie je ook uit die co-design naar voren komen, dat een andere partij, in dit geval Albert Heijn, zich meldt, wij willen iets met onze winkel die hier ook in de buurt ligt. Nou, wat gaan we precies doen? De huidige Albert Heijn ligt eigenlijk hier en die schuift een stuk op. En dat geeft eigenlijk heel veel ruimte om rondom de gemeenteflat, dat is een rijksmonument, om die echt ruimte te gaan geven en op te gaan knappen en een nieuwe functie te gaan geven. En aan de andere kant van de gemeenteflat kunnen we het huidige Koningsplein en het Oranjeplein kunnen we met elkaar gaan verbinden, opnieuw inrichten, nieuwe functies geven, zodat ook het oosten van Maastricht eigenlijk een nieuw groen ontmoetingshart krijgt. Hoe ziet het eruit qua planning? Wanneer gaan jullie eraan beginnen? Ja, de planning is best wel ambitieus, daar gaan we ook voor. De bedoeling is om tweede helft van 2015 of begin 2016 te beginnen met de nieuwbouw van de Albert Heijn. Die zou dan in 2016 klaar moeten zijn, medio 2016. En de bedoeling is dat we daarna aan de slag gaan met de herinrichting van het Koningsplein en het Oranjeplein. En daarna is de gemeenteflat aan de beurt. En dan zijn we ongeveer in 2018-19. Wilt u meer weten over deze plannen? Kijk dan op a2maastricht.nl. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.